Wie wint de Tweede Kamerverkiezingen in maart en wie wordt onze nieuwe premier? Normaal gesproken voorspellen bekende opiniepeilers als Maurice de Hond die uitslagen. Maar op hun voorspellingen is de laatste tijd veel kritiek. Dordtenaar Marco van Schaardenburg denkt een betere manier van voorspellen bedacht te hebben door mensen te laten gokken. Donald Trump die president wordt. Groot-Brittannië dat uit de Europese Unie stapt. Opiniepeilers zagen het in geen velden of wegen aankomen. Hun voorspelling was hartstikke fout. De gewone man kan veel beter voorspellen. Dit zou zomaar het antwoord kunnen zijn. En het grote verschil is dat hier zo dat iedereen zijn voorspelling kan doen. En dat wij het gemiddelde nemen van die voorspellingen. En die zou zomaar eens heel dicht bij de waarheid kunnen zitten. Want dat is de manier waarop Marco toekomstige gebeurtenissen voorspelt. Hij bedacht de gokwebsite Prendit en kreeg 23.000 euro van een stimuleringsfonds om de site te ontwikkelen. Op Prendit kan iedereen gratis gokken op verschillende stellingen. Wie wordt onze nieuwe premier na de komende verkiezingen? Op Mark Rutte wordt op dit moment het meest gegokt. Deze manier van voorspellen is volgens Marco beter dan die van opiniepeilers. Het zou zomaar kunnen zijn dat Tante Sjaan op driehoog achter het beter weet dan Maurice de Hond. Maar het gaat niet alleen maar om politieke stellingen. Er wordt een klein neushoorntje verwacht in Blijdorp. Wordt het een jongen of een meisje? Nou, de kans dat de neushoorn in Dierga de Blijdorp een zoon krijgt is 64%. Dus de voorspellers van Prendit denken echt dat het een jongetje wordt. En wat we toch eigenlijk allemaal willen weten, wordt Feyenoord dit jaar landskampioen? Feyenoord heeft de grootste kans om kampioen te worden. Ja, dus de kostsingel kan alvast gereserveerd worden. Of Marco en zijn goksite het bij het rechte eind hebben, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.